Jo Buiten hier, 0-2 verloren tegen Vitesse. Maar ja, kan gebeuren mensen. En hebben jullie het al gehoord? Elke jat die is vrij. Het zou toch wat zijn als hij een krabbeltje neerzet onder een contract bij ADO Den Haag. Ach, een mens mag toch dromen. Daar zijn we weer. Hey Bert. Hallo jongen. Alles goed, 1-0. Goedemiddag. Hoe gaat ie? Ja, leuk hè. We maken onze dag toch weer een beetje vrolijk eigenlijk, hè. Oh ja, tuurlijk. Denk dan, hè, die anderhalve afstand, meter. Voorzichtig, hè. Afstand, ja. We luisteren naar de overheid, hè. Al luisteren ze zelf niet, maar wij luisteren wel. Ja, het is ja, wat, hè. Ja, zo is het toch. Legera. Ja. Kan je zo even komen, als je tijd hebt? Ja, ik sta hier al een kwartier. Hoe gaat het hier trouwens? Ja, kloten. Ja? Ja, je ziet het. Het is, ja, corona, hè. Maar goed, weet je, het is hier veilig, je bent buiten en ik zal gewoon zeggen, kom naar de Haagse Markt, want dan kun je gewoon prima winkelen. Ja, zeker. Het is niet te druk en het is allemaal goed geregeld. Dus, ja, weet... Ik ben wel een beetje boos op ze, ja. Als je mij natuurlijk vraagt, doen we het allemaal samen? Dan zeg ik, nee, we doen het niet samen. Want wie zijn eigenlijk allemaal een beetje de lul op zijn haast gezegd? Dat zijn die ondernemers, de horecamensen, de circus, de evenementen. En nou, die mensen draaien zo, ja, die draaien gewoon helemaal niks. En ik denk, die compensatie, dat is ook niet veel. Wat is dat? Zou je vrouw even kunnen halen voor mij? Legera, kom nou even. Want we komen hier niet voor niets, hè. Ik heb nog nooit zo veilig ergens gestaan als dit, hè. Nee, dat dus klopt. Echt, je hebt er werk van gemaakt. We hebben er werk van gemaakt. Ik bedoel, mijn broer is in de plastics. Dus ja, weet je, je moet wel doen. Makkelijk dan. Ja, dat zit in de familie dan natuurlijk. Een beetje plastic hier en een plastic daar. Ja. Ik bedoel, het is heel Den Haag is natuurlijk een beetje plastic fantastic af en toe. Ja, tuurlijk. Toen ik loop eens op Scheveningen en dan denk ik, nou jongens. Ja, genieten, hè. Ja, genieten met al dat plastic. Als goed, meneer. Ja, lekker. Lekker, toch? ADO moet een nieuwe coach hebben. Moet ADO een nieuwe coach hebben? Of betere samenspel. Kijk, daar heb je een punt. Samenspel. Beter samenspel. Samen, tik, 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 tiki-taka. Gelijk aan het doen. Tiki-taka, Toussani. Ja, ze moeten gewoon iets doen. Ja, tuurlijk, man. Hey, dankjewel. Hoi. Hoe vond je dat, dat onze koning eventjes op vakantie ging, terwijl wij allemaal thuis moeten blijven? Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van, ga lekker op vakantie. En ja, het is ook een mens. Nou, aan de andere kant denk jij, je hebt wel een klein beetje een voorbeeldfunctie. Heb jij de wedstrijd gekeken tegen Vitesse? Gelukkig niet. Ja, je moet het wel een beetje volgen, hè? Ja, ik heb wel wat gezien, maar het was niet best. Nee, hè? Nee, het was niet best. Ze hebben wel verloren, maar toen die jongen erin kwam, die... Ravel Morrison, dat vond ik het wel even goed. Heb je het gehoord? Ik weet niet wat. Heb je het gehoord? Elke jat die is vrij. Echt waar? Zou het al wat zijn? Weer terug naar ADO. Waar zat hij voor vast dan? Ja, maar ik denk niet dat ze het geld hebben om te betalen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar dus, laten we even dromen. Ja, dan blijf ik dromen. Want we hebben toch wel genoten van die man. Ja, fantastische voetballer. Ja, binnenhengelen. Hey, laten we even dromen. Zou het toch mooi zijn als hij weer bij lekker bij ADO komt spelen? Ja, ik hoop het. Hè, want een beetje creativiteit erbij, dat is altijd goed. Want wij hebben toch genoten van die gozer. Ja, tuurlijk. Ja, doelpunten, aardig assist. Aardig gedraaid, ja. Dus nee, laat me terugkomen, ja toch? Ja toch? Eh? Ja? Ik heb geen zin te komen. Nee? Dan knippen we u eruit, mevrouw. Ja. Natuurlijk. Ik heb voor jou die kaart deze. Mooie bijdrage. Ja, zeker. Ik denk elke week nog een kansje maken, maar als ik ga zitten, dan is meestal een labberde poepie. Durf jij €100 op een gelijk spel te zetten? Nee. Want ik gok met nooit wat. Ik heb alleen met mijn huwelijk gegokt en dat is goed gegaan. Ja, toch wel? Ja, voor de rest gok ik nooit. Dan wordt het 2-1. 2-1? Ja. Drie puntjes? En dan twee fouten van Bizot. Een kleine voorspelling. ADO Den Haag tegen AZ. Zondag 8 uur. Ja, 2-1. ADO Den Haag tegen AZ. AZ heeft 8 corona gevallen. Oh. Dat wil ik even erbij zeggen. Ja. Ja. Wat denk je? Ja, dan ga ik voor de winst. Voor de winst? 1-0. 1-0. Lekker man. 1-0. Doe ik gewoon. Hey, ook nog een kleine voorspelling, ADO Den Haag tegen AZ. Ja, dat zei ik net al, toch? Wat zei je dan? Toch, heb ik al gezegd, toch? 2-1. Ja, dat zijn vergeten. Ja. Ja, ik ben ook moe. Ik heb zo slecht geslapen, jongen. Hoe ken dat? Vrouwtje vervelend, of niet? Ja. Hormonen? Hormonen. Oh. Die was aan het puffen en aan het doen en aan het plassen. Hoe lang moet ze nog dan? Ja, nog een maandje, man. Oh ja, dat kan gebeuren. Ja. Hé, Hey, jongens, we gaan er lekker vandoor. Ik zet mijn mondkapje op. En, schrik maar rot. Tijd om te gaan, jongens. Ik ben dood op. Doei doei!